Yo mensen van SkillGamingNL, ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe wrestling tutorial. Vandaag ga ik met jullie, ga ik jullie eigenlijk leren hoe jullie ook een automatische tree farm kunnen maken. Maar oké, dit is de tree farm. Je ziet zo, hier komt al het hout uiteindelijk. Dan kan je ze allemaal weghakken. Shit. Nou. Je weet wel hoe je het moet weghakken, denk ik. Maar oké, het gebeurt hier zo, even deze toortje halen. Oké, het zit zo. Je legt hier zo... Of zit zo, het werkt zo. Je zet daar zo'n sapling neer. En dan hou je rechtermuisknop ingedrukt met boomwil. En dan... Hopsaka. En dan komt hier zo'n tree. Die wordt zo opzij gepusht. En die tree wordt dan hierheen gepusht. En dan wordt er weer daarheen gepusht. En hoe dit gebeuren eigenlijk werkt, kan ik jullie hier wel even snel laten zien. Oké, hier zo komt dan zo'n hele rij aan. En dan... zit hier zo de piston. En dan op het moment dat... Kijk, nu wordt dit blokje redstone... Zo, eventjes hier naartoe trekken. Wordt dit blokje redstone... Of lijn, wordt niet gepowered. En als je hier een blok op zet, wordt hij wel gepowered. En dan activeert hij de piston. En dan... Ja. En dan dus moet je zo allemaal pistons boven elkaar doen. En dan dus... Zo allemaal lijn ernaar trekken en zo. Zo, en dan wordt zo... daarheen geduwd. En dan als het hier zo komt, wordt het door deze rij pistons, wordt het hierheen geduwd en dan kan je het zo weghakken. En nou, dat laat ik jullie nog ook even snel zien. Wacht, even kijken. 1, 2, 3. 3 is laat ik nog goeie. 1. Maar dit is vooral handig als je bijvoorbeeld allemaal bomen hebt omgehakt en je hebt saplings over en zo. En je hebt nog boommeel. En dan staat dit als goed is ervoor. Dan laat ik het jullie even zo zien hoor. Oké, dan komt hier dus nog een rij aan zo. En dan komt daar eentje. En dan wordt alles hierheen geduwd. En dan kan je het zo allemaal weer weghakken. En nu laat ik jullie zien hoe jullie dat systeem daar zo maken. Het is eigenlijk ook heel erg simpel. Oké, het zit zo hoor. En je hebt een repeater nodig, redstone, redstone torch en pistons. En saplings natuurlijk. Oké, het zit zo. Dit is het begin, oké? Je hebt zo'n repeater. Die komt zo tegen het boompje aan. En dan komt hier redstone. Nu wordt redstone niet gepowered. Maar als dit boompje een blok is, dus als die groeit, dan wordt die wel gepowered. Dus... dan wordt hij zo, door het blokje wordt gepowered als de tree groeit. En dan trek je dus hier zo. Trek je zo een hele lijn tot hoe groot een boom is. Zoiets is het vaak. Maar soms heb je ook grotere bomen. Dus daarom heb ik daar een beetje een huisje omheen gemaakt. Maar ik ga het heel even snel verbinden. Oké, en dan hier zo nog heen. Maak het even snel hoor. Zo, als het goed is werkt hij nu. Even testen. Ja. Nu duwt hij dus. Als er een boom komt, duwt hij weer opzij. En dat kan je dan hetzelfde doen met dat. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Reageren. En dat soort dingen. En vooral een duimpje omhoog. En wie weet komen dan meer tutorials. Oké, we gaan nog even het laatste test doen. En boom! Alleen, hier heb ik geen dak over gemaakt. Dus nu zijn het vaak van die grote rottrees. Maar ja, dat kan je zo ook fixen. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, reageren en allemaal andere dingetjes. Houdoe!